niks, joh. What the fuck is going on? Wat zijn ze aan het doen? Man, mag ik met z'n... Ik kom met jullie mee, Jimmy, jongens. Hallo. Hey. Leuk dat je kijkt naar de video. Mijn naam is Max. Max, hoe heet je? Max. Wat leuk dat je er weer bent. We gaan vandaag weer... Weet je wat we gaan doen? I need a driver for a pickup right away. Weet je wat we vandaag gaan doen? We gaan vandaag iets heel nieuws doen, namelijk storyline. Totaal nog nooit eerder gedaan. Het is niet episode 6 of zo. Maar voordat de episode begint, wil ik een shout-out doen naar mijn boy David, naar mijn boy Dave, naar mijn boy David. Nee, naar mijn boy Dave. Voor een potlood lenen aan in de klas. Dus dankjewel Dave voor je potlood. En dan gaan we een video beginnen, Dave. Speciaal voor jou. Allemaal maar in de chat. Dank je voor je potlood, Dave. Dank in de beschrijving. Nee? Comments. Dank je voor je potlood, Dave. Iedereen, nu commenten. En liken. Maar vooral commenten. Dan gaan we nu de eerste missie. Let's go. Oh ja. Nog iets leuks. Ik heb Roy's pet weer op. Er staat hier een groot R-logootje. Ik ga het straks wel... Ik ga het vergeten. Dus... Ik ga zeggen, ik ga het straks laten zien. Maar ik durf te wedden dat ik het ga vergeten. Dus het spijt me enorm. Maar ik heb gezien om het nu weer af te doen. En dan te laten zien. Want we zijn nu bij les. En dan moet ik weer stoppen en zo. Michael, my money. Where is it? Oh boy. You do not want to be visited again. Next time you miss that. Oh my god, it will be worse als je me nog een keer. Oh no. Oh boy, maar hier woont Lester. Hier. Of één verder. Hier. Ja, hier woont Lester. Nou, daar gaan we dan. Naar Lester. En ik ben benieuwd wat Lester voor ons in petto heeft. In petto? Hè? Hè? Nee? Nou, oké. Nou, let's go. Knock, knock, knock. Camera. Groep 6. Zo! You gonna let me in or what? Give me a minute. Ik ga niet naar... Oh, ik wou bijna dat naar jullie doen. Nee, grapje. Oh, damn. What the fuck is dit? Wat heb jij voor shithuis, zeg? Lester, wat voor shithuis heb jij? You need my help. How do you know? Because you came here. What else would you? I haven't been a good friend for you, Lester. I know that. And you're gonna make it up to me by doing whatever I ask. Or rather, I mean, I need something done, you need to know something, so why not help each other? I gotta make some dough. So you're back in the game? I guess. Okay. Look, Lester, about what happened before. Well, I know you never mentioned my name. Hij zei dat hij slechte vriend was tegen hem en dat hij nu weer back in the game is, dus terug in het spel. I know you never betrayed me. Bankrot. As for you, you gotta figure that I never told anyone. That instead of gently decomposing in North Yankton, you're angrily decomposing in Los Santos with a shrink and a wife who don't love you no more. Yeah. Well, since you put it like that. Hey, shut up a minute. So, I find a little... shut up a minute. That little college boy sack of shit, phony fuck. Who? Jay Norris? Yes. That fuck is a lying bastard. I've read his fucking emails. He's a fucking cheat. I heard him say that he saved America. What, by outsourcing all the jobs? By selling us little bits of plastic restricted access shit? Well, now it's payback time, you lying turd. Okay, Lester is heel goed in hacken en zo. You are about to get that white collar gig that you always dreamed of, Mikey. Here. I can codera. Take this fashionably retro. Oh boy, I got the rucksack. Man, but I cannot let go of the 1980s bag and dress yourself up like a billionaire math genius. Low-level Asperger's. Okay. Dus ik moet nu... The minor glitch of your repulsive pseudo-messianic life. Okay, Lester. Get out of here! So. Call me when you're ready. Lester, ik moet nu dus... Back in social Darwinism. And brother, it is gonna be fun. Ik moet een job doen. Maar ik weet nog niet of het echt goed voor je vrienden zijn. So we'll go robbing soon. I'll find something. Just like the old days. Oké, ik weet nou niet of het echt goede vrienden zijn, though, maar ik heb nu al een coole rugzak in ieder geval. Dat is wel leuk. Nou, daar gaan we. Zo'n auto, staat mijn taxi er nog? Kijk, mijn taxi staat er nog en ik heb nu een mooi rugzakje om. Wat ook wel fijn is. En dan gaan we naar een missie. Ik weet niet precies wat de bedoeling is. Zie ik natuurlijk, dat komt vanzelf wel. Maar in ieder geval, ik moet als een rich ass guy op mijn kleden. En dan, Oké, dat snap ik. En dan ergens heen gaan met mijn rugzak. Oké, dan gaan we dat doen. En dan zien jullie zo wat er gaat gebeuren hier met. Oké, over 400 meter, die bots. Oké, mooi, zijn we er.
En ik ben... Volgens mij moet ik me gewoon omkleden aanrijden. Omkleden. Zo maar staan. Omkleden. Oké, okay, hier is het. Subur-bam. Daar gaan we. Of juist niet als een rich guy, maar gewoon als een casual guy. Kan ook. En daar gaan we. Hallo. Ah, excuse me. Nou, daar gaan we. I got this interview at this tech company. I'm thinking I need something, I don't know. Geeky. Geeky. Youthful. Youthful. Lost your job and the world's moved on, huh? That's too bad. I didn't lose my job. Of course. Got too old, got outsourced. Same thing happened to my dad. Now you gotta fit in with a different generation. What about a vest and some cargo shorts? Nou, daar gaan we. Ik moet kleding hebben. Vest en zo'n cargo shorts. Ik vind het helemaal best. Michael krijgt een makeover. Oh, Michael, dit staat je echt niet. Wat lijkt het meest op mijn channel kleur? Dit. Yo, that's as youthful as you're gonna get. Oh, mijn god. Oh, mijn god, dit ziet er niet uit. Michael. Je ziet er niet uit, Michael. Come on now. There we go. Dignity aside, I think that might just work. Oh mijn god. Good luck at the interview. Ga weg, bitch. Ze zei gewoon dat ik de baan kwijt was en veel te oud was om nog terug in de business te gaan. Maar Michael is die coole guy die alles kan. Lester belt me. Volgens mij kan ik niet opnemen. Michael, I'm all dressed up. Now you want to run me through this thing? Oké, dan gaan. The prototype is somewhere in the Life Invader office. Find it and fit it with the device in your bag. They just gonna let me in? Why wouldn't they if you look the part? Hang around till someone opens the door and act entitled. Fine. Oké. Okay. Ik ga nu dus naar binnen en ik moet soort van iets hacken volgens mij. Ik moet ergens een USB'tje of zo instoppen en dan wordt er iets gehackt door Lester. Dus Oké, nee, ik ben heel benieuwd. We gaan samen met Lester gaan wij dingen hacken. En daar gaan we dan. Parkeren hem heel mooi hier al. Oh, dit is nog best wel netjes geparkeerd. Uitstappen, Michael. Met een rugzakje gaan we naar binnen. We gaan shit hacken hier binnen. Want shit's about to get real. Life invaders, let's go boys. My Wednesday dudes. Kan niet wachten. Ga aanbellen. En dan gaan we een sigaretje roken. Oh, hallo. Hey. Nice. PM's pushing for functionality. But we are maxed. I mean, if anything, we have to strip features, especially if we plan on releasing a fully priced update a year later. Oh, you know it's. Yeah, well, you know you gotta do what you gotta do. You know, you gotta do what you gotta do. Michael probeert een beetje in te blenden. Een beetje ertussen te passen. De jonge guys. When design is changing its mind seemingly overnight, there's not much you can do about it. You know what I'm saying? My union allocated smoke breaks about up, so. Wait a minute. Do I know you? Yeah, I think so. IT temp, right? Yeah. Michael, dat is gewoon aardig, ja, inderdaad. You gotta put it in a zo komt Michael dus binnen, easy peasy. I'd like to keep this one out of the database, if you know what I mean. Oh mijn god, die guy is echt een volle programmer. Hij is echt een beetje nerdachtig guy. Ik programmeer zelf ook als opleiding. I'm totally becoming a tech evangelist when the big boys vest. Maybe oh god, maar deze guy is wel echt next level nerd, zeg maar. Zo is, er zijn op zich wel mensen, ongeveer zoals dat op mijn school, maar niet, het is op zich wel echt heel erg. Oh my god. Oké, let's go. We gaan nu binnenvallen en moeten naar een desbetreffende laptop. En dan moeten we iets, moeten we nu eens een beetje zo instoppen van Lester. If you guys let me use the OS I requested, this wouldn't be a problem. This is a filthy hard drive, bro. Sensor. Sensor. Nee. Jullie zijn jong. Jullie mogen het helemaal niet zien. Oké, wat gaan we doen? My son probably wrote this. Run de antivirus. Ga weg met je stinkvirussen. And now we scan. Oh my god. Oh my god. Komt er allemaal meuk op de achtergrond. I need to write some product, Brohim. I'm feeling the itch. Dude, dit is zo... Hé, hè? Eindelijk die stinkvirus gewoon. Jezus, zeg. Hey, have you seen the prototype in the wat demo is dat? Room? Echt een auto. When Norris announces it in the keynote, mine's a wat was dat er dat is? Yes, they are.
zijn ze aan het doen? Mag ik met ze mee? Ik kom met jullie mee, Jim, jongens. Nee? Nou, man. Oké. Wat zijn mensen echt retarded, Tiro? I had like no idea what's going on. Als het goed is, moet ik hier naar links. En dan gaan we mekken. Oh. Zijn jullie ready? Kijk, daar gaan we. Snel achter de laptop. Kijk, de device die wij zoeken, zeg maar. Dan gaan we. Wat halen wij eruit? Ja, een hack device, denk ik. Ja, there we go. Ik denk dat Lester via dat deviceje dan kan hacken. Kijk. There we go. Michael, je vergeet je rugzak. Oh mijn god, laten we wel liggen. Kom. There we go. Dude, when it blue screens again, you're my guy. Oh my Goodbye. God. Wat zijn zij? Autistisch. Goodbye, boys. We hebben zojuist de shit gehackt hier, oh. Easy peasy. En we gaan rustig door. What the fuck? Dit is echt het meest autistische gebouw ooit hier, oh. Oh my god. Oké, let's go. Live tomorrow. Wat doen ze eigenlijk hier, oh? Oh my god. Ga janken. What's happening? What's happening? Oké. Nee? Nou, dan nemen we nog een slokje. Het zal wel. Ik heb echt geen idee wat er aan de hand is. Hé, hey, dit is het. Oh, dit is een live invader gebouw waar ik ben. Dat kom ik ook echt nu pas achter. Thank you. Goodbye, lady behind the desk. Watch the keynote at Michael's house. Oké, moet ik even een vehicle hebben. Die ik zeg maar niet heb nu. Waar is mijn taxi? Ik had een fucking taxi. En die is gone nu. Maar ik ga niks stelen, want dan krijg ik weer die scheidsdingpolitie. Pardon, achter me aan. En als het goed is... Kijk, daar staat mijn taxi. De welbekende taxi van Michael. Eigenlijk die niet van hem is, maar hij weet je... We lenen wel eens hier en daar wat. 600 meter, dus ik hoef niet te knippen. Normaal zou ik knippen. Lester belt me weer. Lester, wat wil je? Daar komt hij. Lester. Hey Michael, hold on. Domed, I domed you! Lester, the thing's in the prototype. Oh boy. I'm going home to watch the keynote. Teabag time, my friend! Lester, did you hear me? Are you playing that game? Yeah, sorry. The phone is rigged. Hey, what's your problem? You don't like shooters? They're all the same. Besides, you know me. I'm a movie guy. Okay. Classic Vinewood. Classic Vinewood ended 30 years ago. Now it's just superheroes, oh. Romantic we zijn er. Oké, we gaan nu via de keynote, dat was dat deviceje. Gaan we even kijken wat het allemaal kan. Fuck off, Lester. Oké, dan gaan we. Tracy, bitch, ga weg. Jawel. Go away. Tracy, stinkdochter. Ga weg. Nou, Michael. Wat de fuck kijken we naar? The most racist guy in America. You all disgust me. America loves you. Wat kijken we naar? Change the channel. Jay Norris. Fuck off. I don't care. Oh, wacht, dit is het. Oh, we gaan nu de prototype doen. Oké, de prototype wat wij erin hebben gestopt. Dus dat hack deviceje. Die zit nu in zijn mobiel. Oké, we gaan kijken wat er gaat gebeuren. Today, you're about to witness a new phase. Hij gaat een nieuwe mobiel laten zien, zeg maar. Een nieuw prototype van de mobiel. Oké, iedereen vindt hem helemaal geweldig. We hebben een biljoen mensen private data in het publieke domein en we hebben every penny we could in het proces. We hebben een van de jongste workforces in de wereld. Een average age of only 14,4 jaar. That's not just impressive, it's revolutionary! Oké, nu gaat hij zijn mobiel laten zien. Ik ben benieuwd wat er gebeurt. Lester en ik hebben er wat ingezet, als ik. Een device van Lester. Oké, daar komt hij. Ik ben heel benieuwd wat er gaat gebeuren. Wat is... The future. Makes no sense. Hij heeft hem weer in zijn handen. Nu gaan we kijken wat we gaan doen. Nu moet ik hem gaan bellen. Oké, contact. Daar gaan we. Ik denk dat ik hem moet bellen, die guy. Ja, Jay Norris. Zijn jullie er klaar voor? We gaan Jay Norris bellen. Met het hacking device.
En daar gaan we. Zijn jullie er klaar voor? Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. We hebben het device gestopt. Oké. Okay. Oh shit! Het is Franklin! Het is Franklin! Maar holy shit, wat gebeurde er? Holy shit! Die guy, die mobiel oplofte gewoon eerst zijn fucking oor. Miss your best. Continue. Holy shit. Jesus fucking Christ, dude. Lester bel. We gaan heel even nog met Lester praten. Lester. That was heavy. Are you watching the news? I don't have to. I'm watching the markets. I'll be trading pure alpha till close. Jesus. Hey, about that other thing. You know the score. Oh, yeah, yeah, absolutely. Let's do it. Put on a suit, look somewhat professional, and meet me at my warehouse off the LS freeway. Oh, and I'm about to email you a link for the exchange. You can put in some trades of your own. Dude. I'm trying to stay off okay. The day trading. But maybe I'll take a look. Okay. Dat was dus mokerziek wat daar gebeurde. We gaan zo schoon. Dan gaan we weer autosaven. Ik ga gewoon precies hetzelfde doen. Je kan hem ook gewoon op een ander slot zetten. Ik bedoel, ik kan ook gewoon hier kan ik hem opsaven. Maar ik wil gewoon... Zo kan ik mijn progressie mooi zien, weet je. Als ik gewoon nu save. Yes. Zie je mooie progressie zo omhoog gaan. Maar in ieder geval, jezus zeg. Dat ding oplofte gewoon recht in zijn pakjes. En ik had gewoon... Eerst had ik niet eens door dat ik iemand moest bellen. Wat ik gewoon retarded was. Maar dank voor het kijken in ieder geval. Jezus zeg. Dat ding pat zo zijn oor. Die kan leeft denk ik niet meer. In ieder geval, bedankt voor het kijken. Doe een dumpje omhoog. Subscribe even down below. En dan gaan we volgende keer weer verder met de storyline. Misschien met Franklin volgende keer. Is ook wel een keertje leuk. En dan zie ik jou in de volgende episode. En ja, ik hoor, je weet het. Je voelt je auto aankomen. Hé, ik voel hem. En dan zeggen we tot ziens. Oh, bijna. Oké, nee. Mazzel.